Vermoord om wie ze waren, met antisemitisme als krachtbron. En juist in deze week is er een online petitie gestart: stopantisemitisme.nl. En die komt van de ChristenUnie, de SGP en het CIDI. De aanpak van antisemitisme moet een speerpunt worden, vinden zij, binnen Europa. De Euro e Europese Commissie, zeggen zij, moet daarmee aan het werk. Gebeurt nog onvoldoende, vindt u ook, Vierdub? Nou ja, het probleem is dat antisemitisme, antisem waarvan we hoopten dat we er vanaf waren, dat dat uh, toeneemt in de afgelopen jaren. Uh, de vraag is of een petitie daartegen helpt. Dat uh, vrees ik van niet. Omdat uh, wat, hier niet, uh, wat hier niet aangeraakt wordt in die petitie, omdat de politiek daarvoor te huiverig is, dat is dat wij ook heel veel antisemitisme namelijk importeren. Omdat wij de afgelopen jaren honderdduizenden mensen, uh, uit jonge mannen ook vooral, uit het Midden-Oosten en Afrika naar Europa hebben gehaald. Uh, vluchtelingen en niet-vluchtelingen, gelukszoekers, die opgegroeid zijn vaak in een cultuur waar antisemitisme virulent is. Hè. Dat is gewoon volstekt nog. In, in, die, in veel van die uh, culturen. En die brengen ook dat type denken en dat type antisemitisme met zich mee. En het zal generaties duren voordat deze groep. Uh, daarvan genezen is, laten we het zo zeggen, want het is een soort ziekte. Uh, dat moet je benoemen, wil je het antisemitisme, het huidige antisemitisme, wat inderdaad ook van extreem rechts komt en uh, van extreem links ook, uh, wil je dat iets doen aan de aanpak van antisemitisme. Maar als je dat niet benoemt en je komt met een fijne petitie om jezelf een beetje goed te voelen, ja, dan. Nou, het zou wel meer zijn dan om jezelf goed te voelen, toch? Ik, ken het nou, van ja, ik, zo. Kijk, ik ben zo langs een van van dood van de petities. En petitie zus, petitie zo, en het lost allemaal niks op. U gaat en... hem niet tekenen? Nou ja, het heeft allemaal geen zin om het te ondertekenen. Juliet Rot heeft het zin, zo'n petitie? Een handtekening? Ja, het is natuurlijk wel symboolpolitiek. Uh, maar goed, uh, je moet ergens beginnen. Symboolpolitiek uh, is ook politiek? Ja, en het kan een nuttig doel hebben. En als je daarmee bijvoorbeeld... Uh, ik zou voorstellen uh, om vooral bij de jongere generatie te beginnen. En wat mij betreft kan er veel meer gedaan worden op scholen. Uh, Hoe is dat in Zaandam, weet u dat? De educatie uh, qua... Nou ja, ik heb zelf dan op Pascal College gezeten. Dat was een uh, christelijke school. Uh, daar was wel veel ruimte voor. Er werd uh, ja, wel flink wat aan, uh, aan gedaan tijdens 4 en 5 mei. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet op alle scholen zo is. Um, bovendien, inderdaad, als, zoals uh, de heer Duk ook zegt, als er nieuwe mensen bijkomen, uh, wil het niet zeggen dat zij ook dezelfde kennis hebben uh, die wij hier met elkaar hebben gedeeld op uh, scholen. U gaf net aan, Abdulkadir en ik heb daar gezeten, Kanalen Eiland. Dat is zo'n uh, wijk waar heel veel mensen van uh, Noord-Afrika ook uh, inmiddels wonen en waar misschien het ook wel ja, dat gif ook aanwezig is. Dat gif dat antisemitisme heet. Ja, dat is het zeker. En dat, dat, wat ik merk is dat heel erg bij alles. Uh, uh, jood als geldwoord gebruikt wordt. Uh, iedereen is joods uh, of zionistisch. Hè? En dat, dat wakkert dus. Uh, en dat, dat wordt steeds erger ook in mijn ogen. Uh, maar het is ook veel breder. Hè? En dat en, en, en is ook bij in de voetbalstadia zie je dat. Uh, en in dat stadium zie je dat. En je ziet het ook. Ja, bij... Ja, daar zit het overigens rechts. niet alleen als geldwoord. Hè? Ja. Dan wordt het ook als juichterm gebruikt <kwijnt> door Ajax. Frits Barend zegt ook ah, heel vaak van. Dan, moet, dan moeten die eigenlijk supporters mee ophouden. Ja, maar goed, dat is, dat, dat is eigenlijk een andere discussie. Um, uh, wat Atkin heel goed zegt, is dat het is veel breder is. Want inderdaad, het is niet alleen maar zo dat binnen de islamitische en de allochtone gemeenschap dat, dat antisemitisme heerst. Hoewel daar in heel veel. Uh, landen gewoon normaal is. Maar het is ook verbazend dat bij, bij, bij mensen waarvan je denkt... Nou, dat zijn gewoon hè, doodnormale mensen met een baan en een, en een huis in de en zo. Uh, als je daarmee doorpraat, dan komt er opeens ook allerlei uitspraken... over joden die de wereld zouden beheersen en bankiers... U, u bent die reizende verslaggever voor de Telegraaf. Ja. U komt dus ook in die huiskamers? Ja, je merkt Kijk, zeker met het internet met alle complottheorieën... die daar de ronde doen. En wat en zegt zo. u dan? Ja, dan zeg ik, ben je helemaal gek. Maar ja, goed, ik ben dat wel gewend. Want ik heb negen jaar of tien jaar in Rusland gewoond. Nou, in Rusland eindigt elk gesprek met van, ja, maar de Joden die zijn schuldig. Dus dat is wereldwijd zo'n immens probleem, die Joden. Maar houd. u zegt dan, ben je helemaal gek? En zij zeggen dan waarschijnlijk, nee, dat ben ik niet. En dan? Nou, dan gaan ze het namen noemen van Rothschild en al die, die toestanden en zo. Dan gaan ze zeggen dat zit in de handen is van de Joden. En 9-11 was een Joodskop of de Mossad zat erachter en zo. En wat daartegen te doen? Ja... Uh, goeie, nou bijvoorbeeld uh, eerlijke en, en degelijke en intelligente journalistiekbedrijven en alles durven te benoemen, in plaats van alles te bedekken met een politiek correct deken. En ik zeg het dan maar weer eens, waardoor je niet toekomt aan het benoemen van dit soort uh, problematiek. Je moet gewoon heel hard hierin zijn. Wat